En het is vandaag Wereld Down-syndroomdag. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om extra aandacht te besteden aan mensen met deze aandoening. Het Downsyndroom is een aangeboren afwijking die onder meer gepaard gaat met een verstandelijke beperking en typerende uitwendige kenmerken. In het kader van Wereld Down-syndroomdag heeft het Ministerie van Sociale Zaken in samenwerking met het BOG vandaag een bijeenkomst gehouden voor kinderen die lijden aan deze ziekte. De waarnemend directeur van SOSAVO, Angela Sal Salmo, zegt dat het motto van het ministerie is dat elke Suriname recht heeft op een normaal functioneren. 21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale down syndroom Op deze 21ste dag van de derde maand in het jaar besteden we extra aandacht aan mensen die leven met een Down-syndroom. Deze personen bezitten. De 21ste chromosoom drie keer, maar dit zegt verder niets over wie ze als mens zijn. Mensen met een Down-syndroom hebben hun eigen karakter en eigen persoonlijkheid. Alleen hebben ze wat extra hulp en begeleiding nodig om zich te kunnen bewegen in de samenleving. Het syndroom van Down. Is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uiterlijke kenmerken en soms met bepaalde medische problemen. Volgens Salmo kunnen patiënten met het Down-syndroom met goede begeleiding lichte arbeid verrichten, sporten en meedoen aan het onderwijsproces. Zo kunnen mensen met deze aandoening naar omstandigheden toch een vrij normaal leven leiden. Na de presentatie van de waarnemend directeur mochten de kinderen meedoen aan educatieve activiteiten zoals voordrachten en workshops. De bijeenkomst voor kinderen met het Down syndroom is gehouden in de Paramaribo Zoo. -so.